Hey allemaal, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je dit saaie, futloze, slappe haar kunt omtoveren tot dit mooie, glamorous, glanzende, volle kapsel. Want jullie vragen altijd hoe ik aan mijn volle haar kom. Nou, zo dus. Dit is wat je nodig hebt. Een haarlak, zodat je haar de hele dag mooi blijft zitten. Een droog shampoo om je haar wat stroever te maken. Een grote, dikke krultang, het liefst eentje zonder klep. Een grote, platte borstel. En een wat kleinere borstel, het liefst met dubbele haren. En dit is hoe je het doet. Je begint met het aanbrengen van het droogshampoo en dit doe je niet zozeer op de haar aanzet, waar je het normaal gesproken zou aanbrengen, maar juist wat meer door de lengte van het haar. En kneed het haar een beetje en je zult zien dat je dan al veel meer volume hebt dan daarvoor. Droogshampoo maakt het haar gewoon wat stroever. Breng het eventjes goed in model, zodat je scheiding goed zit. Pak dan je grote krultang erbij en draag eventueel een hittebestendig handschoentje, zodat je je niet verbrandt. En ik ga hele dikke plukken pakken, want ons doel is niet om de perfecte krul te maken, maar om hele mooie golven te maken. En de truc hierbij is dat je niet al je haar naar buiten of naar binnen krult, maar dat je de ene plek naar buiten krult, zoals ik deze nu heb gedaan. En dat je dan de volgende juist weer naar binnen toe krult. Kijk, hier draai ik hem naar binnen toe. En ook de volgende draai ik naar binnen toe. En dan zul je zien dat ik zo meteen juist weer naar buiten toe krul. Want als je ze allemaal dezelfde kant op krult, dan is het veel te netjes en dan krijg je het ook niet echt vol. En door ze juist andere kanten op te krullen, dus de ene naar buiten en de andere naar binnen, krijg je een soort tegengesteld effect waardoor je haar veel voller zal lijken. Zorg er wel voor dat je de voorste plukken, dus die in het gezicht hangen, wel naar buiten krult. Dus aan de andere kant doe je hetzelfde. Sommige plukken krul je naar binnen, andere naar buiten. Ga er dan doorheen met je grote platte borstel. En hiermee vervaag je de krullen eigenlijk een beetje, zodat het nog meer golf worden en het er wat natuurlijker uitziet. Borstel niet te veel, want dan zie je er niks meer van. Schud je haar even op, dan activeer je de droogshampoo weer. En daarna ga je met je kleinere, dubbelharige borstel het haar een beetje touperen. En dat doe je heel voorzichtig, maar zoals je ziet geeft dat echt een groot effect. Want hierdoor worden je plukken haar wat dikker en vallen de andere plukken er weer overheen. Waardoor het allemaal weer wat voller wordt. En tot slot eindig je met haarlak natuurlijk, zodat het ook mooi blijft zitten de hele dag. En dat is alles al. En dit is dus hoe ik aan mijn volumineuze haar kom. En jullie vragen het altijd, hoe kom je aan zo'n grote bos met haar? Nou ja, zo dus, met een beetje droogshampoo en de juiste krultechniek. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad, dat jullie het leuk vonden om te zien. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Mwah, doei!